Daar komt de tussensprint aan de buitenzijde van Everglide Rapida. Everglide Rapida deelt nu de tweede plaats met de nummer 2 Voppe H. Twietel. Daarachter heel goed aangesloten Hampshire F. Boko. Deze vier paarden proberen weg te lopen van Highlander en El Salsa. En de moeilijkheden, tenminste in die zin, terreinverlies voor Joran Sommer. De paarden gaan de laatste bocht in. En het is daar dat de leiding is overgenomen door Everglide Rapida. De leider van het eerste uur, Hendrik Schermer, zakt terug door het veld als een baksteen in water. Op de tweede plaats ligt op dit ogenblik dan Voppe H. Twietel. Zo komen de laatste rechte lijn in. Maar de vogel lijkt gevlogen. Everglide Rapida. Of ze moeten nog terughalen. Een interessante laatste 200 meter wordt dit. Maar Everglide Rapida. Die is in de vorm van zijn leven. En die loopt de pannen van het dak. Everglide Rapida met Mats Wester. Maar Tom Kooijman probeert nog met één laatste poging Voppe H. Twietel dichterbij te brengen. Op Hampshire F. Boko. Dat lukt niet. Het is Everglide Rapida die het gemakkelijk wint. Hampshire F. Boko tweede. Voppe H. Twietel is derde. En Highlander vierde. Dames en heren, de winnaars zijn officieel. Everglide Rapida met Mats Wester. Hele mooie tijd, 1:20:02. 20-2 voor Everglide Rapida. 8 jaar deze zwart ruin van Hand Glider uit Royal Comic. Zweeds gefokte paard wordt getraind door Bas Krebas. Geweldig gereden door Mats Wester. Praat even bij met de trainer. Bas, was dit jouw opdracht? Een keer niet naar de kop? Nee. Kijk, ze moest al 20 meter geven. En hij pakt het goed op. Tempo ging naar beneden. Reed mooi naar voren. Nee, super. Nee, maar op basis van de laatste verrichting, ik denk nou, het wordt misschien moeilijk vandaag. Ja, maar we hebben weer iets meer gewerkt en het pakt goed uit. Hij heeft misschien iets te weinig gedaan. Kijk dan. Mats, gefeliciteerd. Dat is een lekkere voor je, denk ik. Ja, dit was een hele mooie. Ik had van tevoren niet verwacht. Moeilijk nummer. Maar hij zette vandaag heel sterk door. En we wisten dat hij goed was. Hij werkte goed. Maar super zo. Je hebt op het moment, je hebt geen moment gedacht van weet je wat, ik rij even door naar de kop. Nou ja, ik wou wel. Ik had, je weet dat je vroeg voorin moet liggen met deze. En ik was niet helemaal goed weg, omdat je natuurlijk een moeilijk nummer hebt in het vak. Dus ik denk, ik moet vroeg voorin wezen. En dat ik aan de overkant de kop pakte, voelde het al goed. En dat hij zo doorpakte, ja, dat was super. En Dena tweede, mooi resultaat. Heel mooi. Mats Wester, hij slaat hier toe met Everglide Rapida. Mats natuurlijk op koers om een leerlingentitel te pakken. We moeten daar nooit te vroeg over gaan speculeren. Maar het is mooi dat Everglide Rapida weer helemaal terug is. De laatste twee keer ging het wat moeilijk. We danken Car Expert van Staveren en de HRV Drachten voor hun bijdrage aan het welslagen van deze meeting. U kunt in de handen, dames en heren, voor de sympathieke leerling Mats Wester. Hij slaat toe met het geweldige grasbaanpaard Everglide Rapida. Rijda, 3 banden dit keer. Stand by. En de start is gevallen. De paarden zijn gestart en helemaal alleen in zijn eentje gaat Hendrik Schermer voor het veld uit. Thomas Bos kijkt eens achterom, ziet niks. Hij heeft een verrekijker nodig. Hij heeft een lengte of 10 voorsprong op de concurrentie. Naar de tweede plaats gaat Voppe H. Twietel, die ongetwijfeld zal proberen het gat dicht te rijden. Hampshire F. Boko ligt derde. De vierde plaats dan voor Highlander met daarachter dan El Salsa. Zo gaan de paarden dan de bocht door. Nee, El Salsa ligt laatste paard. Achter de leiders ligt op dit moment de nummer 5 Everglide Rapida met Mats Wester. Dan zien we Denise Pennekamp met Joran Sommer. En El Salsa die probeert treinwinst te boeken ten opzichte van het voorlaatste paard. Was natuurlijk in het laatste band in zijn eentje vertrokken. En de paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde. En er is nog altijd een giga voorsprong voor Thomas Bos met Hendrik Schermer. Die heeft een lengte of 6-7 voorsprong. Op de tweede plaats volgt Voppe H. Twietel.
Met in derde stelling daarachter volgend Hampshire Evboko. Dat zijn de eerste drie op dit moment met wat verder weg in het veld dan Highlander. Highlander wordt gevolgd door Everglide Rapida. Zo zijn we halverwege de manegebocht. Drie lengte daarachter volgt dan Joran Sommer. En Al Salsa is nog altijd de whipper in als de paarden de rechte lijn voor de tribune inkomen. En alle paarden komen toch weer iets dichter tot elkaar, heb ik de indruk. Paarden koersen voor de manege, zo dadelijk voor de tribune met nog een ronde te gaan. En het is nog altijd Hendrik Schermer die leidt met een lengtevoorsprong nog maar. Ik had het u al voorspeld, de rest van het veld is dichterbij gekomen. In de vorm van Foppe H. Tweetel met Tom Kooijman. Daarachter in derde positie Hemsheriff Boca, Denalin Postumus. Vierde plaats is voor Mats Wester met Everglide Rapida, zo de coolbox bocht weer ingaan. Daarachter volgt Johan van der Wal met Highlander. Gevolgd door Will Steur met El Salsa, die één combinatie is gepasseerd. En dat is Joran Sammer met Denise Pennekamp. De coolbox bocht wordt uitgedraaid voor de laatste maal aan de overzijde. Met nog altijd Hendrik Schermer. Hendrik Schermer, de concurrentie is dichtbij. De tweede plaats is voor Foppa Twietel. Maar daar komt de tussensprint aan de buitenzijde van Everglide Rapida. Everglide Rapida deelt nu de tweede plaats met de nummer 2 Foppa H. Twietel. Daarachter heel goed aangesloten Hampshire Evboko. Deze vier paarden proberen weg te lopen van Highlander en El Salsa. En de moeilijkheden, tenminste in die zin, terreinverlies voor Joran Sommer. De paarden gaan de laatste bocht in. En het is daar dat de leiding is overgenomen door Everglide Rapida. De leider van het eerste uur, Hendrik Schermer, zakt terug door het veld als een baksteen in water. Op de tweede plaats ligt op dit ogenblik dan Foppe H. Twietel. Zo komen de laatste rechte lijn in, maar de vogel lijkt gevlogen. Everglide Rapida, of ze moeten nog terughalen. Een interessante laatste 200 meter wordt dit, maar Everglide Rapida, die is in de vorm van zijn leven. En die loopt de spannen van het dak. Everglide Rapida met Mats Wester. Maar Tom Kooijman probeert nog met één laatste poging Foppe H. Twietel dichterbij te brengen. Op Hampshire Evboko, dat lukt niet. Het is Everglide Rapida die het gemakkelijk wint. Hampshire Evboko tweede. Foppe H. Twietel is derde en Highlander vierde.